Ik ben Elise, ik ben 14 jaar. Nou, ik ben George en ik ben 14 jaar. Ik heb één keer eerder meegedaan aan Dancing in the Winds of Wonderland. Toen was ik een koekje en dat vond ik echt superleuk. Met alle andere kinderen ook. Nou, dit is voor mij al de vierde keer dat ik meedoe. De eerste keer toen was ik 10 en toen speelde ik een muis ook in de Notenkraker. En het jaar daarna was ik in Dancing in the Winds of Wonderland, was ik ook een koekje. En het jaar daarna was weer Dancing in the Winds of Wonderland en toen was ik een sneeuwvoekje. Toen we Amalia werden, waren we echt super blij. En ja, we kregen zo'n berichtje. En ja, we kregen een berichtje in de kleedkamer. En toen keken we elkaar zo aan. En we hadden het echt niet verwacht, dus ze waren echt super blij. Nou, tijdens repetities leren we nieuwe dansen, nieuwe choreografie. En ja, door de week doen we dan meer het partnerwerk en de moeilijke dingen. En in het weekend gaan we dan dingen samenvoegen met de andere mensen. Ja, het is wel een zware dag in het weekend, want we hebben van 10 uur tot 5:30. Dus dan moeten we heel lang blijven. Met nou, korte pauzes wel ertussen, maar voornamelijk gewoon de hele tijd repeteren. Nou, het is heel anders dan wat zij bijvoorbeeld op onze school doen. Want als we een voorstelling hebben, dan is het heel anders dan hier. Want hier werk je ook met de kleine kinderen en de ouderen. En dat geeft wel een drukte in de studio, omdat er zoveel mensen zijn. Ik vond de grote uitdaging toch wel het acteren in de voorstelling. En het partnerwerk, dat best wel nieuw is voor ons. Ja, want op school hadden we het nog helemaal niet gedaan, omdat we bijna geen jongens in de klas hebben. Dus hebben we dat nog niet gedaan. De favoriete scène is de pas de trois. Het is gewoon een heel mooie dans. En ja, ik denk wel het moeilijkste van de voorstelling. Ja, het is wel leuk door het partnerwerk en zo om dat nieuw te leren. We hopen dat je het weer een leuke editie van het Notenkrakersjournaal vond. En vergeet niet hierboven te kijken, hè, voor nog meer filmpjes. Tot de volgende keer!